Ik doe het. Voor de sappige anekdotes die ik op café kan vertellen. En er zat dus een 1,5 liter fles cola in die ze gat. Voor het feit dat het de enige beroepscategorie is waarin je zonder uitgelachen te worden van die comfortabele crocs kan dragen. Voor de vele kansen om je goed te voelen over je eigen lichaam. Voor de onbeperkte toegang tot verdovende middelen. Oh. Voor het feit dat je er kan zijn op het moment dat iemand je nodig heeft. Is er een dokter in de zaal? Ik ken veel dokters. Wacht, ik zal er eentje bellen. Hè. Voor de sappige anekdotes die ik op een terrasje kan vertellen. Ja, en er zat dus 1,5 liter fles cola in deze gat. Ja. Voor de reële kans op een erfenis. Zeg mevrouw, heb je dat goed gehoord? Dat je geen kinderen en geen kleinkinderen hebt? Nee? Ah, je mag geen koffietje hebben? Alles wat je wilt, oké? Voor de kans om in een chique BMW te rijden. Voilà, zeg. Ja, ik denk dat ik de bus nog wel ga kunnen halen nu. Als een dokter u afzet aan de bushalte. Tot morgen, hè? Ja, tot morgen, hè? Voor het startersloon. Van 1700 euro netto. Ja. Hoeveel maar? Wat de f... Wordt verpleger.